Door Bingel, Stichter Tuinmeubelen, Paul en Paul en Frans Metz de Bedderij. Goedendag, welkom bij FC Rijnmond. In wat roerige Rotterdamse voetbaltijden zijn wij hier deze maandag met Ruud van Os, met Sinclair Bisschop en met Thomas Verhaar. Praten zometeen natuurlijk over Feyenoord, dat de halve finales van de Conference League komende week wacht. Donderdagavond in de Kuip, maar eerst natuurlijk Sparta. Ruud, wat is daar gisterenochtend tot en met nu ongeveer kort geschetst gebeurd? Nou, het begint natuurlijk vrijdagavond. Dramatische wedstrijd in Enschede. Apathische Sparta, kansloos. Dan moet je nog 4 wedstrijden spelen. En de leiding had het gevoel, op deze manier gaan ze echt rechtstreeks de KKD in. Dus er moet wat gebeuren, dus is er voor gekozen. Kijkend naar de recente weken om iets te doorbreken. En dan nog wel vertrouwen hebbend in de trainer Henk van Stee. Henk Frezer. Om dan zijn assistent te slachtofferen. Omdat de leiding van Sparta het idee had dat de dynamiek doorbroken moest worden in de groep. En dat Rankovic een niet al te positieve rol speelde in die dynamiek. Dat hebben ze hem zondagochtend verteld aan Frezer. En die is daarover na gaan denken. Die herkende zich in die kritiek, is mij verteld. En zondagavond hebben ze contact met hem gehad. En toen zeiden ze van, wat doe je? Toen zei hij, ik ben dan loyaal. Als Rankovic gaat, dan ga ik ook. En toen is men bij Stijn zondagavond nog terechtgekomen. Ja, en tot diep in de nacht daar gesprekken gevoerd. En die is dan nu de nieuwe trainer. Praten we allemaal zo meteen natuurlijk over. Jij was vanochtend al vroeg, Sinclair, op het kasteel. Wat trof je daar allemaal aan? Nou, spelers komen dan natuurlijk richting de club. Nou, we proberen ze dan ook wel te interviewen, maar ja, die spelers hebben dan ook niet veel te zeggen. Dat is ook wel vaak zo. Hè? Uiteindelijk zijn die spelers later ingelicht wat precies de situatie is. Ook dat Marie Stijn het gaat overnemen. Henk Frezen kwam gewoon ook naar het kasteel om afscheid te nemen. Het was een emotioneel afscheid van de spelers. Hij heeft zijn spullen meegenomen, we hebben hem ook nog gesproken. En daarna is hij teruggegaan en heeft de club nog heel veel succes gewenst. Ja. Thomas, jij bent zelf ook assistenttrainer bij Excelsior. Trouwens ook net je contract daar met 2 jaar verlengd. Kan het werken, een assistenttrainer eruit gooien, zeg ik even plastisch, om wat te forceren? Heeft dat zin? Ja, ik vond het best wel een bijzondere move, moet ik eerlijk zeggen. Want je weet, ja, tenminste, ik heb met beide heren gewerkt, met Henk Frezer en Rankovic. En je weet dat die elkaar blindelings vertrouwen. Dus dat de ene zijn kwaliteit de andere sterker maakt. Dus wat dat betreft, als je nog vertrouwen hebt in Henk Frezer, dan zou je ook gewoon best wel veel vertrouwen moeten hebben in Rankovic. Dus een van de twee wegsturen leek mij wel een beetje een rare opzet. Maar zoals die wordt geschetst, hè, af en toe wat negatief en dominant. Ja, dat is wel hoe hij is. Maar dat betekent niet dat het geen goede trainer is. Een goede trainer dus. Ik vond Rankovic uiteindelijk wel een hele kundige trainer. Ik heb ook even moeten wennen aan zijn stijl. Maar uiteindelijk kon ik heel goed met hem opschieten. Ja, nou, laten we luisteren naar trainer Henk Frezer over wat hij vindt van de beslissing van Sparta om zijn assistent-trainer Rankovic eraf te halen. Gerard handelt in het belang van de club. Nou, dat kan ik alleen maar waarderen en respecteren. En ik heb mijn context. En dan krijg je alweer allerlei verhalen dat het was om van mij af te komen, zodat ze dat, ja. Dat, zo is deze man niet, weet je. Als hij van mij af wilde, had Sparta dat al veel eerder gekund. Of als ik er vanaf wilde, had ik er al veel eerder gekund. Dit is een samenloop van omstandigheden. Die zaken kwamen nou eenmaal zo bij elkaar. En dan kan het dus betekenen dat je, zonder... Het klinkt negatiever dan ik het bedoel. Maar dat je dan tegenover elkaar komt te staan. En we hebben in goed overleg hebben we daarin een beslissing genomen. Omdat hij had zijn standpunt, ik had mijn standpunt. Eerder, toen Henk van Stee op normatief werd gezet, ontslagen werd, toen heb je gezegd van ik wil toch loyaal blijven aan die spelersgroep. Heeft dat nu toch ook nog door je hoofd gespeeld? Ja, weet je, op een gegeven moment, ja, ik ben ook maar een mens, wordt het een optelsom. Weet je, en dit was voor mij net even iets te ver. En dat heeft er vooral mee te maken, eerlijk gezegd professioneel gezien hoor. Het klinkt onherbiedig misschien zelfs naar Ranko, maar ik ben een trainer, die mag hier leiding geven. Dan hebben we een verschil van inzicht, want Ranko is mijn
de anderen hopelijk niet tekort mee, want dat is niet zo, want hij heeft gewoon veel meer ervaring dan anderen. Maar hij, dat is mijn rechterarm. Dat is mijn beste wapen om het alsnog voor elkaar te krijgen om erin te blijven. Nogmaals, ik heb gewoon een fantastische tijd gehad. En het laatste jaar natuurlijk is zwaar, dat kan ik niet ontkennen. Daar heb ik niet max kunnen presteren. Hebben we als groep niet max kunnen presteren. Ik heb het niet voor elkaar kunnen krijgen. Dus ik hoop dat dat nu in die laatste vier wedstrijden gewoon nog helemaal goed komt. Ja, het hele interview met Henk Vrees natuurlijk bij ons online, hè, op de website en de gratis app, geloof ik 9 minuten lang. Even een paar dingen eruit halen, Ruud. De aanname die gisteravond velen deden in het nationale voetbal, dat Sparta er eigenlijk op uit was door Rankovic aan de kant te zetten, dat Vrees dan wel zou volgen, is een aanname die dus niet klopt. Nou ja, gelukkig, dat weet iedereen, moet je met feiten werken, niet met aannames. En ik ben blij dat Vrees dat zelf wegneemt, want ik sprak gisteravond Nijkamp en toen ik deed ook die suggestie, hè, je hebt de schijn tegen, je hebt de schijn ontzettend tegen. Hij zei, ja, ik handel naar eer en geweten en in het belang van de club. En als ik vind dat ik dit moet doen, dan moet ik dit doen. En dan zou ik het heel zwak zijn als ik het niet zou doen, omdat ik bang ben om de schijn tegen te hebben. Ja. Maar hij wist wel dat dit scenario eruit kwam. Ja, andere scenario was het. Als je Vrees een beetje kent, niet maar mogelijk. Wat was het andere scenario dan? Want ja, dat Vrees wel zou blijven zitten. Maar ja, andere of je kiest ervoor als directie om de hoofdtrainer opzij te zetten. Ja, maar zij hebben nog heel veel vertrouwen in Henk Vrees. En hebben dus een ingecalculeerd risico genomen. Daar kan je van alles van vinden, maar zo is het wel. Mm-hmm. Over die band tussen Vrees en de spelers, wat is daar nou het beeld bij? Nou, die band is met bepaalde spelers goed, maar ja, zo gaat het bij elke club. Ook heel veel spelers, zeker die niet spelen, die hebben natuurlijk helemaal geen goede band met hem. En het is ook weer zo, ja, zo werkt het gewoon eenmaal bij spelers. Dat kan Thomas denk ik beamen, dat vandaag zullen ze er inderdaad mee zitten. Maar morgen staat er een nieuwe trainer voor de groep en gaat die spelersgroep ook wel verder. Er zijn bepaalde spelers die misschien wel meer een band hebben. Ouassar vond ik vandaag er aangeslagen uitzien. Maar je kan mij niet zeggen dat Doumissi of andere spelers die hem nauwelijks kennen, vannacht niet geslapen, de komende 3 dagen niet slapen. Nee, maar ja, die zijn over een paar weken ook alweer weg uit Rotterdam-West. Dus ja, daar heb je misschien ook niet zo heel veel waarde, hoef je daar verder aan te hechten. Kom zo weer bij jou, maar even Ouassar, hè, want die noem jij, hebben wij vandaag ook gesproken over dus het vertrek van de hoofd- en assistenttrainer van Sparta. Wij respecteren de mening van de trainer. En wij zijn hem vooral enorm dankbaar voor het feit dat hij ons enorm heeft geholpen, maar ook dat hij altijd voor zijn groep heeft gestaan en altijd loyaal is geweest. En dat die jongens altijd met alles terecht konden bij hem. En dat zullen die jongens zeker niet vergeten. De trainer lag goed in de groep. Lag de assistenttrainer Alexander Rankovic ook goed in de groep? Ja, die lag ook goed in de groep. Dat zijn niet de signalen die het bestuur heeft opgevangen? Ja, nou, dat is aan het bestuur om hun woord daarover te doen. Wij hebben intensief samengewerkt, ook met Rankovic. Die is nog tussendoor even weg geweest. Is ook weer teruggekomen. Dus wat dat betreft zijn er altijd wel momenten dat het botst, wat dat wringt. Vooral als de resultaten tegenvallen. Ik denk als we nu veilig hadden gestaan dat dit ook niet was gebeurd. Maar zo werkt de voetballerij. Ja, zo werkt de voetballerij. En vaak ook in het voetbal is er paniek als het tegen zit. Ja. Is dit gewoon totale paniek op het kasteel? Nou ja, er is ook wel reden voor paniek, toch? Als je kijkt naar de ranglijst en naar het spel van Sparta. Dus, en je wil, kost wat het kost, denk ik, in de Eredivisie blijven. Je weet dat het contract van Vrezen niet doorloopt. Voor Rankovic geldt hetzelfde. Dus ik begrijp dat je als bestuur niet achterover wil gaan zitten leunen en gaan kijken of het maar goed afloopt. Dus ik kan best wel goed begrijpen dat je iets zou willen veranderen in die dynamiek. Maar wat Adil zegt klopt ook. Als ze veilig hadden gestaan, was er niemand naar het bestuur gegaan om te vertellen. Maar Thomas, over dat kosten wat kost, je proberen het te behouden voor de Eredivisie. Dan ga ik toch ook weer terug naar Henk Vrezen. Ik snap zijn kameraadschap ten opzichte van Alexander Rankovic. Die is er al sinds jaar en dag. Hij gaat ook mee naar FC Utrecht. Dat zijn 4 handen op 1 buik. Zou je ook kunnen denken of kunnen vragen aan iemand als Vrezen van, joh, het is nog 4 weken. Alles op alles moet worden gezet om de club in de Eredivisie te houden. Zet je kameraadschap even een paar weken opzij en help ons te behouden. En misschien is dat ook wel gevraagd. Ja, maar even nu vanuit het hoofd van Vrezen. Ik ken hem als een trainer die ook wel redelijk kritisch kijkt naar zijn eigen handelen. En die ook niet tevreden zou zijn met hoe hij dit seizoen heeft gepresteerd. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat op het moment dat degene met wie hij het meest intensief samenwerkt in zijn staf ook weg moet, dat hij denkt van ja, ben ik dan nog wel de juiste man om de klus te klaren? En dat hij daar twijfels over heeft. Hij zal ongetwijfeld, ja, denk dat iedere trainer dat wel heeft, dat ze denken dat het wel kan. Maar je kan er best over twijfelen. En misschien is het voor Sparta dan op een bepaald moment wat beter dat er iemand anders voor de groep komt. Die laatste 4 wedstrijden en misschien nog 4 extra wedstrijden. Ja. Dat er iets verandert en dat ze toch wel ergens punten gaan halen. Want zoals het nu ging, steven ze gewoon af op de degradatie. Ja. En dat lijkt me wel duidelijk. Ja, goed. En hij zegt, ja, ik ben mijn rechterarm
raak ik kwijt. Maar je zou kunnen zeggen, in december was hij ook wel zijn linkerarm kwijt. Hè, na het vertrek van Henk van Steen. Dat zegt hij ook, het was een optelsom. Ja, precies. Ja. De technisch directeur maar eventjes aan het woord laten. Althans, de hele directie van Sparta. Over hoe tot deze beslissing te zijn gekomen. Nou ja, goed. Het gaat altijd om een dynamiek. Om de juiste mensen bij elkaar te zetten. En Alexandro is een... op een topprofessional en ik respecteer hem heel erg. Maar was de cynisch en de spelersgroep nou, was een beuk? Dat mag jij zeggen, daar ga ik niet inhoudelijk op in. Maar het is wel zo dat we daarin gemeend hebben om Alexandro om non-actief te zetten en een andere dynamiek binnen die selectie te krijgen. Ja, wat neem ik mezelf kwalijk? Ik neem mezelf kwalijk dat ik misschien... maar dan gaan we wel wat verder terug. Dat we aan het begin van het seizoen de gesprekken samen met Henk van Steen op dat moment. En Henk vreesde dat ik die had moeten intensiveren wat de mogelijkheden en de onmogelijkheden waren. Daar hebben we uiteindelijk nog wel overeenstemming over bereikt. Maar als je me vraagt van wat verwijt ik me nou met name zelf, dan is het dat. Maar de buitenwereld zal wel denken, ja, het lijkt wel een beetje geregisseerd. Op het moment dat Alexander Rankovic eruit werd gegooid, dan wist Gerard Nijkamp wel dat ook Henk Vreese zou opstappen. Kan je daar wat mee, dat de buitenwereld misschien zo gaat denken? Nee, daar kan ik niks mee. Ja, punt. Ja, punt. Noem het maar even muggenzifterij van mijn kant, maar ik zou het wel lekker vinden als een technisch directeur iemand de laan uitzet wiens voornaam hij weet. Ja, Alexandro. Ja, dat schijnt toch wel een dingetje te zijn. Er zijn een zat passanten geweest op het kasteel die de ene na de andere naam verkeerd uitspraken. Dus, Oké, lekker belangrijk verder misschien. De andere man die we aan het woord kregen, Manfred Laros. Op wie de kritiek fors is. Is zijn positie houdbaar? Ja, wat mij betreft wel, want van wie is de kritiek fors? Dat zijn vaak van de onwetenden. Supporters, ja, noem die maar onwetend. Nou, dat is geen disqualificatie, maar supporters zijn toch over het algemeen onwetend. Ja. Omdat die niet de ins en outs weten. Ja, dat is waar. En die weten wij trouwens ook altijd niet even scherp. Daardoor doen we een poging om dat dan boven water te krijgen, stellen we vragen. Maar je kunt gewoon ook een optelsom maken. En je zegt, binnen 5 maanden is er nu een technisch directeur die op is gestapt. Een assistenttrainer is weg, een hoofdtrainer is weg en de club staat nu 18e. Als je die balans dan tot je neemt, dan zeg jij nog steeds... Daar hoeft de algemeen directeur niet onder te lijden. Ja, weet je wat waar ik wel moeite mee heb, is dat zeg maar, op zulke momenten dat het slecht gaat... dat er altijd ineens posities onhoudbaar worden gemaakt. En ik denk dat FCM een prachtig voorbeeld is wat laat zien... dat ook als het even wat minder gaat en je blijft vertrouwen hebben in de mensen die je hebt... dat je het ook gewoon weer om kan draaien. En dat had met Vreese kunnen gebeuren nu. Dat had met Henk van Steen kunnen gebeuren. Had met, in dit geval met Manfred Laros denk ik ook. Alleen het enige had zichzelf wel kwalijk kunnen nemen. Die had met Vreese iets een opportunistisch... of met Van Steen iets wat opportunistisch directeur. En Manfred Laros is wat behoudender. Eigenlijk een perfecte combinatie. Alleen ja, dan moet je het wel voor zorgen dat je kunt blijven samenwerken. En dat is dus geklapt. En daardoor zijpelt het uiteindelijk door naar de spelersgroep. En zit je nu in deze situatie. Maar ik vind het wel altijd... Ja, ik heb gewoon veel moeite mee als ineens posities onhoudbaar gemaakt worden. Nou ja, jij zegt het inderdaad goed, want je noemt 2 namen in een bestuur van 10 man. En ik heb me eraan gestoord dat die discussie 5 maanden geleden zo toespitst op 2 mannen, terwijl er nog 8 anderen bij zaten. En ik denk van ja, zit hij daar met z'n allen te snurken? Waarom grijpt nu niemand in? Waarom brengt niemand mensen bij elkaar? En dat heb ik destijds wel gemist. Nou ja, ook in deze kwestie nu, Ruud, de voorzitter Leo Ruijs schittert in afwezigheid. Ja, maar als de technisch directeur een besluit neemt... He, dit is niet op basis van ruzie, dit is op basis van een dynamiek doorbreken. Nee, maar ik bedoel nu... Dat is wat anders dan toen ze rollenbollend over de straat gingen. Nee, maar nu die kritiek vanuit supporters richting de algemeen directeur is... zou je kunnen zeggen als voorzitter, nou, dan ga ik proberen even voor te staan. Ja. En dat gebeurt ook nou, ik moet zeggen, het is nog vers. Dat kan wellicht nog komen. Ik had vandaag niet de dag gevonden van de voorzitter. Vandaag is de dag van Vreese, van Laros, van de aanvoerder en van Nijkamp. Nou, die hebben we gezien. Maar deze week moet er echt wel een statement van de voorzitter komen. Jij hebt trouwens de afgelopen maanden bij ons in podcast hier aan tafel wel gezegd... van, nou ja, natuurlijk, het is een sportief niet geweldig jaar. Maar er is wel nog altijd sprake van een soort van interne rust. Los van natuurlijk het échec met Van Stee. Moet je inmiddels concluderen dat het gewoon een complete chaos is? Nou, complete chaos gaat te ver. Maar dat Sparta dit in zijn algemeenheid niet goed gedaan heeft, dat mogen duidelijk zijn. Er is een transferzomer geweest die niet goed gegaan is. Daar heeft Henk van Steen duidelijk ook de hand voor in eigen boezem gestoken. Maar wat daarna allemaal gebeurde, verdiende de schoonheidsprijs zeker niet. Maar om nou deze club tot volkomen chaosgebied te verklaren, gaat mij gewoon echt te ver. Dit is helaas, Thomas zei het net ook al, een onderdeel van het voetbal.
De trainers gaan en trainers komen, ook bij Sparta. Sparta is er helaas geen uitzondering op. Nee. Jarenlang, afgelopen jaren, ook een heerlijke, prettige rust, hè, onder Henk. En Henk, wat hoort bij de herenclub die Sparta is. Maar ja, daar hoort natuurlijk decennia van ook weer chaos. Goede prestaties is rust, slechte prestaties is onrust. En supporters en wij hier aan tafel, wij vormen onze mening op basis van korte termijn. Hè, op basis van wat er op het veld gebeurt. En wij zien in principe niet wat er achter de schermen qua langetermijnbeleid gemaakt wordt. En ik weet nog wel, toen ik in 2014 bij Sparta kwam, toen stond de club op de rand van de afgrond in principe. En in 7 jaar tijd is de club toch echt gezond geworden. De bedoeling was toen dat we uiterlijk in 2019 zouden promoveren. Dat gebeurde al in 2016. Toen zijn we de tussentijd nog even uitgegaan. In 2019 promoveerden ze weer. Dus op basis van die plannen is het logisch dat je nu staat waar je nu staat. En je kan niet altijd. Ja, iedereen wil direct naar de subtop, maar dat gaat gewoon niet. Dus dat moet je op langere termijn. En dat is iets wat me echt stoort. Dat Laros wilde niet doorpakken. Alsof dat een trucje is. Alsof je drukt op een knop en dan pak je door. Nee, er is geen trucje voor. Daar moet je ook een beetje geluk bij hebben. En dat heeft Sparta vorig jaar wel gehad. Toen zat echt alles mee. En dit jaar zit gewoon echt alles tegen. Ja, want ook de versterkingen die wel zijn gehaald, daarvan is er maar een aantal dat behoorlijk rendeert. Maar het meeste toch verder niet. Omdat ik door moet, helaas. Het volgende hoofdstuk gaat Mauri Steijn heten. Is het verstandig dat hij erin stapt, nu al? Ja, meestal is dat niet verstandig. Soms brand je jezelf al af voordat je begint. Het is wel zo dat er natuurlijk best wel veel jongens zijn die volgend jaar er zitten. Die zullen zich misschien extra bewijzen dat er een andere dynamiek deze week gaat komen. Er zijn ook heel veel jongens die misschien loyaal aan Vreese zijn. Die misschien ook weggaan. Dus het is heel gevaarlijk. Maar die gaan niet met de petten naar gooien, hoor. Nee, die gaan niet met de petten naar gooien. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij in een sfeer terechtkomt. Waarbij hij toch ook moet gaan zoeken wie in welk kamp zit. Maar dat werkt niet. Die jongens die daar nu zitten bij Sparta. Die gaan niet de boel lopen verstieren omdat ze loyaal zijn naar Henk Vreese. Dat is gewoon niet hoe het werkt. Ik bedoel, iedereen voetbalt voor zichzelf, ook natuurlijk voor een groot gedeelte. En iedereen wil presteren. En als jij erin blijft met Sparta, dan betekent dat je, als je weg moet, dat je volgend jaar naar een betere club kan dan als je degradeert. Dus zo wordt daar niet over gedacht. En aan de andere kant, Maurice Steijn, die had er denk ik ook wel rekening mee gehouden dat het zo zou kunnen zijn dat hij volgend jaar met Sparta in de keukenkampioendivisie terecht zou komen. Hij heeft het zelf in de hand om nu in de Eredivisie te blijven. Hij kan eigenlijk bijna niks meer verliezen op dit moment. Had dus eigenlijk een keuze? Want wat doe je als de directie op zondagavond, zondagnacht eigenlijk bij je op de stoep staat in de Wateringen? Ja, zeg maar eens nee. Nee, dat is het. Ik begrijp van hem dat hij ja zegt. Ik begrijp niet helemaal van Sparta dat ze het hem vragen. Maar wie hadden ze anders kunnen vragen? Ja, er zijn allerlei mogelijkheden binnen de club natuurlijk. Maar hij heeft weinig te verliezen natuurlijk. Nee, dat is wel zo. Maar ja, je begint op een achterstand als het niet lukt, vind ik. Dus je hebt Hans de Koning in de club, je hebt Jeroen Rijsdijk in de club. Wordt nu wel assistenten? Ja. En Boukari is het dan vandaag geweest die de training heeft geleid, hè? Ja. Ze zei het afgelopen weekend, als het ging om Ajax, Thomas, dat die goal die ze bij NEC maakten, ja, dat is de kampioensgoal geweest waarschijnlijk. Vooruitlopend op het kampioenschap, vooruitlopend op de degradatie. Is Sparta dit weekend gedegradeerd? Nee, zeker niet. Nee, ja, ik bedoel, we speelden uit tegen Twente. En, ja, maar waar heb je naar zitten kijken? Ja, nee, het was niet goed, maar Twente is ook gewoon een goede ploeg. Die niet voor niks staan op de plek waar ze staan en daaruit winnen, dat hebben bijna nog geen enkele ploeg in de omgeving van Sparta hebben dat gedaan. Dus ik vind dat helemaal niet zo raar. Ik denk dat je eerlijk kwalijk kan kijken naar die wedstrijd tegen Fortuna. Maar dat ook dat kan gebeuren. En alsnog 4 wedstrijden, ze staan 1 punt achter op de play-offs. Ze staan 3 punten achter op een veilige plek. Ze krijgen PEC Zwolle nog, ze krijgen Heracles nog. Ook AZ thuis vind ik dat ze niet kansloos zijn. Dus er is echt nog genoeg te winnen, dus ze zijn nog niet gedegradeerd. Alleen ja, als je kijkt naar de andere ploegen, die winnen en die zitten allemaal in een positieve flow. Dus dat is wel iets om je zorgen over te maken. En vergeet niet tegen Twente dat bijna het halve elftal ontbrak vanwege schorsingen of blessures. Alleen wat wel een zorgkindje blijft is het aantal doelpunten de laatste weken. Ze scoren zo moeilijk. Ja. En ze hadden een keeper die eigenlijk heel betrouwbaar was. En de laatste week is dat ook wel wat minder met Okoye. Geloof je het nog, Ruud? Ik heb gezegd 16e, daar geloof ik nog steeds in. Rechtstreekse handhaving, daar geloof ik op 4 wedstrijden van het einde niet meer in. Maar de play-offs, achter gaan we 4 wedstrijden door. En wie weet ontstaat er weer een mooi gevecht in de finale. Zou mooi zijn. Veel meer over Sparta ook weer natuurlijk bij ons online in de podcast. Die hebben jullie vandaag opgenomen, geloof ik, uurlang. Ga dat luisteren. Thomas, hoe pittig was het voor Feyenoord om daags voor een Europese halve finale zo'n wedstrijd tegen FC Utrecht te moeten spelen?
Ja, het zag er niet heel pittig uit, want ik vond dat ze best wel fris speelden en veel kansen creëerden. Weer gescoord in de blessuretijd, dat was geloof ik al de, wat is het, achtste keer dit seizoen. Ja, maar goed, dat zat niet in het feit dat het allemaal heel moeizaam ging, vond ik. Want ik vond dat Feyenoord gewoon goed speelde en wat ik zei, veel kansen creëerde. Dus ze hadden eigenlijk die wedstrijd al veel eerder moeten beslissen en Utrecht liet ze een klein beetje terugkomen. Oké, maar wat moet er dan wel aan Thomas beter met het oog op komende donderdag? De kwaliteit van het afwerken, denk ik dan, hè. Nou, mag ik daar nog iets aan toevoegen? Ja. Hoe om te gaan met omschakeling tegenstander? Ja, de counters zijn wel gevaarlijk. Maar die is opgesloten, wel in het spel. Ja, maar kun je dat nog verbeteren op een of andere manier? Uiteindelijk werd er gisteren eigenlijk maar één echte kans weggegeven. Die ging er prompt in. Nou, ja. Ik hoor jou net zeggen, veel kansen. Ik vond juist wel meevallen met de hoeveelheid echt grote kansen. Feyenoord had wel weer in overwicht. Maar je mist dan toch echt de individuele klasse die Sinisterra dan uiteindelijk wel heeft. Om dan toch zo'n wedstrijd eerder open te breken. Ja, als ik me zo herinner, kreeg Ries Nelson in de eerste helft 100% kans. Die misschien af had moeten leggen. Kuksu kreeg een 100% kans die af had moeten leggen. Sinisterra al eerder, geweldige redding van de keeper. Nou, dat zijn eigenlijk al drie kansen die er eigenlijk gewoon in moeten. Nou, dan vraag je volgens mij wel anders als die erin zit. Ja, Sinisterra die uiteindelijk wel dus scoort. Zijn 22e al in alle competities van dit seizoen. Ja, dat zijn cijfers. Ja, de penningmeester rekent zich al rijk. Ja. Hoe beviel de combi? De combi Linssen-Dessers. In deze wedstrijd ging het goed. Alleen jij zou misschien dadelijk gaan vragen of dit voor herhaling vatbaar is tegen Marseille. Heb jij het draaiboek gezien, Sinclair? Ik heb niet gezien, maar ik kan me dat zelf voorstellen. Staat er dadelijk in, ja. Want hij was de vervanger, hè, van en Toornstra en Til, die niet op de nummer 10 positie konden spelen. Ik moet zeggen, ze begonnen wel goed. Ook na een minuut al een kans, op een hele grote kans. Met Dessers die ook moeten schieten. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, merkte je wel dat die samenwerking misschien ook logisch dat ze elkaar soms een beetje ook in de weg liepen. Ja, Brian Linssen vertelt zelf even wat hij ervan vond om als aanvallende middenvelder opgesteld te worden. Nou ja, het is anders dan dat je als diepe spits staat. Nu ben je meer bezig met tussen de linies ergens komen om aan de bal te komen. Vanuit daar misschien het spel te versnellen. Eerst zelf lukte dat een paar keer dat ik aan de rechterkant daar precies goed tussen stond en dat ze mij konden vinden. Maar over het algemeen vond ik het wel lekker. Is het voor herhaling vatbaar of heeft jouw voorkeur toch liever net één plekje verder naar voren inmiddels? Ja, uiteindelijk heb ik daar nu anderhalf jaar, bijna twee jaar in de spits gespeeld. Dus het is logisch dat ik daar meer aan gewend ben. En alleen, ik ben een klein beetje zoals Dirk Kuyt altijd was. Waar ik ook speel, ik zal mijn stinkende best doen en keihard werken voor het team. En vandaag heb ik dat gedaan op 10. Ja, vandaag of gisteren dus in de Kuip. En volgend seizoen? Mogelijk naar Japan. Praat met Urawa Red Diamonds, een topclub daar in Japan. Hij heeft altijd wel gezegd om een buitenlandse avontuur aan te willen. Eigenlijk wilde hij dat al toen hij transfervrij was vanuit Vitesse. Hij heeft toen voor Feyenoord gekozen. Maar het zou zomaar kunnen dat hij nog voor een transfersom richting Japan gaat. Ja, want hij heeft nog 2 jaar contract na dit seizoen. Maar goed, 31 jaar. Nou ja, een paar miljoentjes, Thomas, misschien. Dat zou denk ik voor Feyenoord heel mooi zijn. Maar wat hij net zei over die spitspositie, voordat hij in de spits ging spelen, was hij natuurlijk ook niet echt een centrumspits. Dus nee. Hij is wel iemand die zich makkelijk aanpast. En ik heb echt wel best wel mooie dingen gezien. Ik vond, Guus Til, als hij op 10 staat, is ook eigenlijk een halve spits. Dus dat kan hij ook prima op die manier invullen. Dus ik vond het wel een mooie vondst. Ja, zeker. Het jagen en het altijd harde werken. Dat zag je bijvoorbeeld bij die eigen goal bij Van der Hoorn. Hè? Ja. Dan is het eigenlijk Linssen die op de middenlijn die goal eigenlijk introduceert, min of meer, toch? Wat wilde die nou, die Van der Hoorn? Waar komt er hem nou heen? Ja, ik heb een interview gezien. Hij zei dat hij niet lekker uitkwam en dat hij vervolgens geen kracht meer kreeg. Maar zo zag het er niet uit in ieder geval. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je net in die beweging zit, dat je die bal niet meer wegkrijgt. Des is wel wat ongelukkig, hè? Ja, wederom. Maar dat was bijvoorbeeld de vorige competitiewedstrijd in Almelo. Was eigenlijk ook ongelukkig om 3 dagen daarna te schitteren in Praag. Dus misschien dat belooft. Maar nee, ja, was ongelukkig. En dat begint dan ook al met zo'n grote kans die hij aan het begin mist. Hij scoort trouwens wel. Best wel fraai ook, alleen die bal is dan afgekeurd. Weet nog steeds niet waarom. Ja, omdat de scheidsrechter vond dat hij een overtreding maakte. Dat weten we dus wel. Alleen jij vond het geen overtreding. Dat is een ander verhaal. Jij wel dan? Nou ja. Nou ja, het is jammer dat Nijhuis al floot, want daardoor kon de VAR niet... Voor Nijhuis begrippen had deze goal wel kunnen tellen. Maar ik begrijp eigenlijk normaal wel dat er toch wel een overtreding gemaakt wordt en dus wordt afgekeurd. Ja, trainer Arne Slot, die erkende ook wel dat zijn spits Cyril Dessers gisteren wat ongelukkig was. Ik heb gezien dat Cyril niet zo gelukkige wedstrijd speelde.
En ik heb ook gezien dat wij de 2-1 maakten. En ik heb niet teruggezien of het een overtreding was. Ik heb wel heel veel mensen horen zeggen tegen mij dat er niet zoveel aan de hand was. Dus misschien, en dat zal dan wel weer opgeschreven worden, dan komt dat door het feit dat hij daarvoor zoveel aan het klagen was. Dat daardoor dat moment werd afgefloten. Want dat was wel zonde, want het was wel een mooi moment ook voor de goal geweest. Maar Cyril speelde niet gelukkig. En vaak als spelers niet zo gelukkig spelen, zijn ze ook vaak iets meer met randzaken bezig. En of dat dan de reden is dat hij minder ging spelen, volgens mij is de volgorde net andersom. Maar goed, 2-1 gewonnen. Ja, dan coacht hij soms ook wel eens niet gelukkig, want hij is ook heel vaak met randzaken bezig. Zo. Ja, maar dat heeft hij zich ook wel weer aangetrokken, dat aan dit soort tafels dat allemaal benoemd is. Hij doet dat wat minder. Mag ik hem wel een compliment geven? Want jij hebt die trainers ook meegemaakt. Dan heb je donderdag een belangrijke wedstrijd. En dan zeggen ze, nee, maar de focus moet op vandaag liggen. Nee, niet aan donderdag denken, niet aan donderdag denken. Volgens mij ga je dan juist aan donderdag denken. En hij zei dat echt briljant. Hij zegt, ik hoop dat mijn spelers aan donderdag denken. Want dat is zo belangrijk om daar met een goed gevoel naartoe te gaan, dat ze vandaag extra hun best gaan doen. Ja, vond ik een perfecte omschrijving als ik al die andere trainers hoor stuntelen om hun spelers met hun hoofd bij de les te krijgen. Ja, nee, ik ben het voor het eerst in lange tijd. Ja, nou, die kan Ruud in zijn zak steken. Nou, over donderdag dan gesproken. Linssen op 10 is dan geen optie, geloof ik. Hè? Dat gaat gewoon Til weer worden als hij fit is. Die gaat morgen voor het eerst weer meetrainen, gaat het proberen. En de verwachting is dat hij het gaat halen. En anders denk ik een iets meer verdedigende variant. Ja, ook om Kuksu iets te ontzien, begreep ik. Want ja, die levert natuurlijk ook topprestaties nu tijdens de Ramadan. En die wil hij dan toch wat meer ontzien door daar wat meer echt een middenvelder neer te zetten straks. Dat is wat te begrijpen, denk ik, toch? Ja, en ook omdat de angel van Marseille volgens mij vooral op middenveld, aanvallend op middenveld ligt. Met Payet, dus dat kan ik wel begrijpen. Oh, Senesi, geen grote zorgen? Nou, de verwachting was dat hij die wedstrijd wel ging halen. Want de afloop van de wedstrijd zei hij zelf in de kleedkamer tegen Slot dat het allemaal wel meeviel. Want hij ging er geblesseerd af. Maar Slot voegde daar wel aan toe dat een paar weken geleden Guus Til dat ook zei. En die was er een paar weken uit. Maar meestal voelen spelers wel aan van dit is niet zo heel erg. Meestal zijn spelers zelf ook wat positiever dan de dokters. Hè? Ja, goed, Geert Ruijder ging dus gisteren centraal spelen. Toen kwam Pedersen rechtsback te spelen. Die heeft geen bal goed geraakt. Compleet uit vorm. Geen bal? Nee. Goede eerste seizoen zelf, maar na de winterstop minder. Thomas, fijne gozer. Wat staat Feyenoord donderdag te wachten? Nou, ik zie het best wel positief in. Ik denk dat Marseille een goede ploeg is met veel energie. En aan de andere kant ook tegelijkertijd lopen daar spelers op het veld die ze in Rotterdam niet kunnen betalen. Dus die zijn over het algemeen wat beter dan Feyenoord. Maar ze zijn wel wat gewend in Frankrijk. Maar ik denk toch dat de Kuip wel weer op zijn grondvest staat te beven. En dat is gewoon echt een wapen in zo'n wedstrijd. Ik begreep dat ze niet in de Kuip gaan trainen, dat ze nog in Frankrijk gaan trainen. Dus die onderschatten het. Oh, die gaan niet onderschatten. Ja. Ja. Maar het is wel een prachtig affiche. Ja. Nou, hè. Echt, dat is echt zo'n wedstrijd waar je naar uitkijkt. En gewoon sportief. Ik bedoel, Olympique Marseille is een ploeg die ook graag druk zet, net als Feyenoord. Doen dat wel gefaseerd, doen dat echt niet de hele wedstrijd. Want wat kan dat gaan opleveren? Nou, die coach die was heel erg geroemd. Is Sampioli, ooit bij Chili. Argentijnse coach die met Chili op het WK. En met zijn spelsysteem, een beetje ook met Bielsa bij Leeds. Een heel ingewikkeld spelsysteem met ook heel druk zetten. En ook met de namen de backs die zoveel mee opkomen. Er zijn heel veel Europese trainers die dat toch hebben gekopieerd. En ze hebben daar natuurlijk, we noemen Payet, maar ze hebben nog wel een paar spelers die echt wel in buitenlandse competities bij Napoli, bij Arsenal hebben gezeten. Dus die wel de ervaring hebben, het loopvermogen, dus Feyenoord kan goed aan de bak. Ja, ook tactisch wordt het wel een interessante wedstrijd, want ook Slot in de druk zetten zitten wel wat elementen van dat moderne voetbal. Inderdaad, wat precies, kun je dat daar zeggen? Bielsa en Sampoli, waar het eigenlijk... En het is veel dieper, maar waar het op neerkomt is dat die ploegen met extreem veel energie ook spelen en ook daardoor best wel veel risico nemen. Dus je zag bijvoorbeeld bij Leeds dat ze af en toe dik wonnen, maar ook dat ze dik verloren. Dus als je het kraakt, dan kan het leuk worden. Dus ik ben ook heel benieuwd. En Slot is iemand die daar volgens mij wel redelijk diep op ingaat en dat ook kan overbrengen op de groep. Dus ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd of Feyenoord zich fysiek kan meten met... Want die Franse ploegen van die topclubs zijn zo ongelooflijk sterk. Daar zitten zulke krachtpatsers in. Mm-hmm. Ik ben echt benieuwd hoe Feyenoord zich daar tegen gaat houden. Het is de nummer 2 van Frankrijk van dit moment. Natuurlijk staat Paris Saint-Germain, die waren op Valentijnsdag als een beetje kampioen. En ze werden het weekend, maar dat is helemaal geen competitie meer. Maar de nummer 2 van Frankrijk tegen de nummer 3 van Nederland, Sinclair. Wat mag je dan verwachten?
Nou, ik denk sowieso ook wel dat heel veel ploegen toch ook heel veel moeite hebben met het speelsysteem van Arne Slot. Dat hebben we eigenlijk ook wel toch gezien met Slavia Praag en Partizan. Waarvan iedereen zei dat zijn bitterballenploegen, maar in eigen stadion en ook Europees hadden ze vaak lang niet verloren. Dus wat dat betreft, en ik denk dat heel veel spelers ook beseffen, we noemen nu in Linse, dat dit ja, once in a lifetime een kans is. Zoals ze ook in 2002 zagen, toen er ook veel jongens waren die dat ook aanvoelden. Of het nou Ferry de Haan was of Van Wonderen. Allemaal jongens die dan toen echt met z'n allen zoiets hadden van, ja, dit is onze kans en we gaan, ja, misschien dat ze dan boven zichzelf kunnen uitstijgen. Want op voorhand zou je wel kunnen zeggen dat Marseille de favoriet is. Ja, toch wel? Voor u dat alle drie aan tafel? Is Marseille de favoriet? Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar goed, dat zeiden ze in 2002 ook, toen Feyenoord naar Inter moest. Ja, die namen toen niet echt serieus, hè, hun eigen stadion, Inter. Die speelden een beetje met een... We hoorden net de Marseille ook niet. Ja, we gaan maar die hebben wel het voordeel dat ze thuis zaken kunnen herstellen. Ja, want is dat dan nog een voordeel of een nadeel? Eerst een thuiswedstrijd spelen en daarna in Zuid-Frankrijk? Ik zie het vooral als een nadeel. Want ik denk dat je op het moment dat je het publiek het hardst nodig hebt, dat is die laatste wedstrijd. Maar aan de andere kant, ja, het werkt altijd twee kanten op. Maar ik gevoelsmatig zeg ik dat een nadeel is. Ik heb er een tijdje zin in. Zo. Ja. Ja. Op 4 dagen. Ja. En dan gaan we er vrijdag over napraten. En, ik heb nieuws voor je. Het is nog 3 dagen. Ah ja, 3 dagen. Nou, het gaat steeds sneller. Krijg je zo'n cadeau van me. En dan even kijken wat de hotels op dit moment doen in Tirana. Of sla ik nu weer door? Nou, dat mag. Dat mag. Ja, toch? In deze tijd mag dat. Zo als je halve finale Europees staat, dan mag je gek gaan denken. Gek gaan denken, ja. Nou, er zijn wel een hoop supporters die misschien al inderdaad met hun hoofd in Tirana zitten. Maar dit is nog wel een lastige horde die genomen moet worden. Een enorme horde, maar een interessante en een om naartoe te leven. En nou, dat gaan we bij Rijnmond ook doen. Hè. We gaan er een uitgebreid verslag van doen. Lange radio-uitzending. Allemaal donderdagavond over 3 nachten dus. Ruud van Os, wel bedankt weer. Tot de volgende. Sinclair, Thomas Vaar, jou zien we, spreken we ook snel. Bijvoorbeeld zometeen nog even in de nababbel, online. En dan moeten we het natuurlijk hebben over Excelsior, waar jij je contract voor 2 jaar hebt verlengd. De ploeg staat er wel een beetje in zijn vrij, geloof ik nu. Nou ja, gaan we het zo wel over hebben. Dank voor het kijken. We zijn er dus donderdag uitgebreid op de radio. Ook morgen weer op tv en vrijdag met FC Rijnmond. Veel plezier naar de halve finale toe leven. Dag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Bingel, Stichter Tuinmeubelen, Paul en Paul.